Yo, Vaco Gamers, Lars hier en welkom bij Minutecraft. Vandaag heb ik 2 minuten de tijd om aan mijn raket naar de maan te werken. Ik denk oprecht dat dit een hele mooie plek is om deze serie te gaan laten draaien, jongens. We hebben heel makkelijk toegang tot heel veel verschillende soorten oors. Check eens eventjes wat ik net gevonden heb. Ik heb hier een hele mooie cave gevonden. En daar hebben we natuurlijk allemaal verschillende oors die we mee gaan nemen. Ik wil proberen om zoveel mogelijk verschillende tools te maken de komende tijd. Want dat is natuurlijk wat we nodig hebben. Ik heb gewoon tools nodig die ik op dit moment nog niet heb. IJzeren tools, misschien binnen nu en een paar afleveringen. Zelfs diamond tools, want oh man, wij moeten de komende tijd nog zo ontzettend veel doen. Is dit ijzer? Zo te zien wel. We hebben uranium. Holy spettenpoep, nu al. Dat gaat de partij vlot. Laten we even een paar fakkeltjes maken. We kunnen even kijken hoe ver deze cave doorloopt. Fakkeltje, daar. Daar loopt uranium, daar is oor. Want ik heb zoveel verschillende materialen nodig. Dat is ongelooflijk. Wat is dit? Dat blauwe spul. Ik weet het niet. Hier zit ijzer. Daar zit ijzer. Och man, die hele raket die bestaat zo'n beetje uit ijzer. Plus een beetje koper. En een paar dingen waarvan ik de naam vergeten ben. Super handig. Laten we stenen hakken. Want we hebben een stenen pickaxe nodig. Om hier daadwerkelijk wat mee te kunnen doen. Eens even kijken. Zo. Dan maken we hier een crafting table van. Oh, dan heb ik natuurlijk net mijn laatste stokjes vernageld. Goed zo, Vaco. Slim bezig. We bouwen hier ook eentje onder de grond. 30 seconden. Kunnen we toevallig er ergens een boom vandaan zien te vissen? Dat zou wel heel fijn zijn. Het is leuk om onder de grond te zitten. Maar je komt er ook echt totaal niet meer uit. Oh, daar. Daar kunnen we heen. Oh, come on. 30 seconden. Ik wil stenen tools. Stenen tools in de tweede aflevering van Minutecraft. Kom op. We kunnen dit. Gaan we dit redden? Oh god, dat zit die mot natuurlijk weer. Die bomenmot zit weer in deze game. Oh help, dit gaat weer een uur duren. Ja, is het normaal gesproken niet zo heel erg? In aflevering 30 of zo, dan boeit het allemaal niet. In aflevering 2 is het heel vervelend. Getting wood. Check hoe weinig tijd wij hebben. 2 minuten? Ik ga het never nooit meer redden. Maar morgen gaan we dat lukken.